ben weer terug. En dit is de tas die ik mee heb. Hij is echt behoorlijk zwaar. Ik ben heel erg blij met alle dingen die ik heb gevonden. Dus we gaan gewoon meteen beginnen. Hey, ik ben Joyce en wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Op mijn eigen kanaal maak ik ook regelmatig shoplogs. En vandaag heb ik er hier dus weer eentje voor jullie op het kanaal van Action. We gaan dus op pad voor allerlei leuke moederdag cadeautjes. 8 mei is het natuurlijk moederdag en ik vind het zelf altijd wel heel erg leuk om daar cadeautjes voor te shoppen. En ik heb er ook een soort challenge van gemaakt voor mezelf. Ik ga dus 15 cadeautjes proberen te vinden voor onder de 5 euro. Dus ook een soort budget challenge. Ik hoop in ieder geval dat jullie zin hebben om mee te kijken. Doe dan ook even een duimpje omhoog. En vergeet ook zeker niet om hieronder even te abonneren op het kanaal van Action. Dan ga ik mijn spijkerjasje pakken. Ik heb mijn tas al. En dan gaan we richting de winkel. Ik sta nu in de winkel en ik vind deze er al meteen echt wel cute uitzien. Ook omdat het al meteen een soort gift set is. En die valt ook mooi binnen het budget. En ik ben ook wel benieuwd wat dit is. Oh kijk, het is een soort bloem en dat zit dus in een kaars. En die valt ook mooi binnen het budget. En dit vind ik dus ook heel erg gaaf. Dit is zo'n home fragrance. Maar ik ben dus heel erg aan het twijfelen of ik voor deze ga of voor deze. Want hier zie je wel veel meer de bloemen in. Oké, ik ben heel erg benieuwd welke jullie zouden kiezen. En dit soort kleedjes vind ik ook altijd zo chill. En die is dus 6,95. Dus die gaat vandaag niet mee als een cadeautje. Maar ook zeker een tipje. Want mensen vinden het echt volgens mij altijd leuk om te krijgen. Fotolijstjes zijn natuurlijk ook altijd goed. Hier zitten ook al mooie foto's in, moet ik zeggen. Maar ik ga nog heel even verder kijken bij alle andere fotolijstjes. Maar ook al zeker leuk. En dit vinden mensen natuurlijk ook altijd handig om te krijgen. Dit zijn van die notebooks. Ik denk dat ik de roze ga meenemen. En die is dus 1,99. En dit heb ik hier ook nog nooit eerder gezien. Maar dit zijn van die marmeren soort tegeltjes. En ik vind het zelf altijd heel erg gaaf om hier dan bijvoorbeeld zeepjes op te leggen of op te zetten. Dus ik denk dat deze ook meegaat. En die is 4,95. Dus echt perfect binnen het budget. Ze zijn ook wel echt zwaar, moet ik zeggen. En een kaars kan natuurlijk ook niet ontbreken. Ik vind zelf deze wel heel erg mooi eruit zien in het roze. En dit vind ik dus ook heel schattig. Want ik zag iemand in een ander filmpje. Die had dus zo'n kaars gekocht. En toen de kaars op was, had ze daar haar luchtje in gezet. Dat vond ik ook zo'n leuk idee. En ik ben dus zelf tegenwoordig echt verslaafd aan dit soort room sprays. Ik ga even kijken welke het lekkerst ruikt. Ik weet nog niet precies hoe ik dat ga doen. Maar ik denk wel dat ik zo eentje mee ga nemen. We gaan voor de groene en ik weet zeker dat mijn moeder hier blij mee gaat zijn. En ik hou dus zelf altijd heel erg van gezichtsmaskertjes. Dus ik denk dat ik deze mee ga nemen. Die is 99 cent en ik denk dat ik het heel grappig ga vinden als mama dit op heeft. En natuurlijk kan een luchtje ook niet ontbreken. Dus ik ga even kijken welke het gaat worden. Hier staan ook allemaal testjes, dus dat is echt top. En even een tipje, vergeet ook niet om gewoon meteen allemaal inpakpapier mee te nemen. Ik denk dat ik voor deze ga. En ik vind het er zelf ook altijd wel heel erg luxe uitzien om het in cellofaan in te pakken. En dat is ook gewoon maar 55 cent. Dus die neem ik ook eentje mee. Ik ben weer terug en dit is de tas die ik mee heb. Hij is echt behoorlijk zwaar. Ik ben heel erg blij met alle dingen die ik heb gevonden. Dus we gaan gewoon meteen beginnen. Het eerste cadeautje wat ik heb meegenomen is deze kaars. Het is dus een geurkaars en ik vind gewoon de verpakking er echt al gaaf uitzien. En wat ik dus ook altijd handig vind bij dit soort verpakkingen is dat je hem hier gewoon al meteen kan ruiken. Ja, ik vind deze echt zo lekker ruiken. En deze was 3,49. En ik denk dat dit product het ook altijd goed doet als moederdag cadeautje. Namelijk fotolijstjes. Ho, hier zitten er dus meerdere in. En ik vond gewoon überhaupt al de foto's die er nu in zitten, vind ik gewoon al heel erg mooi. Dus ik weet niet, ik dacht misschien ga ik er ook nog wel even zelf fotootjes van gewoon mij en mijn zusje in doen. Maar ik denk dat ik het gewoon eerst nog even zo ga laten. Want ik vind dit er ook gewoon al heel mooi uitzien. Ja, hier kan je volgens mij gewoon nooit verkeerd mee zitten. En deze was 4,95. Het volgende wat ik heb meegenomen is deze etui. Lag gewoon bij alle schoolspullen en zo. Nu denk je misschien, waarom koop je een etui voor moederdaggenootje? Maar mij lijkt het dus heel erg leuk om dit als make-up tasje te gebruiken. Mijn moeder zegt namelijk best wel vaak van, oh, ik heb geen make-up tasje voor in mijn tas. Of, oh, dat zou handig zijn. Dus ik dacht nu meteen, laten we dit gewoon meenemen.
Hij is echt heel mooi roze en ook lekker met zo'n velvet stofje. Echt heerlijk zacht. En ik had er dus nog wat bij. Namelijk het bijpassende notitieboekje. Ik vind dit echt zo leuk bij elkaar staan. Dus dat zijn deze. Het notitieblok was trouwens €1,99 en het etuietje was €1,59. Ik moet zeggen, ik vind het zo leuk bij elkaar staan dat ik ook gewoon denk, misschien ga ik het ook nog wel even voor mezelf halen. Maar ik vind het ook gewoon echt leuk als een cadeautje gebruikt gaat worden en dat je gewoon het idee hebt van oké, de persoon heeft het gewoon echt nodig. Dus ik weet zeker dat het van pas gaat komen. Dan heb ik ook nog wat verzorgingsspulletjes meegenomen. Kan natuurlijk ook nooit missen. Allereerst dit masker. Ik heb deze zelf al een keertje gehad. En ik vind deze dus echt heel erg fijn. En deze was dus €0,99. En verder heb ik deze jaderoller meegenomen. Dit is dus een roller waarmee je heel je gezicht kan rollen. Ja, het klinkt een beetje gek. Maar ze zeggen dus dat het heel goed is voor je huid. En ik weet zeker dat moeders dit natuurlijk ook wel leuk vinden om een keertje te gebruiken. Misschien hebben ze het al. Maar anders is dit zeker leuk. En het lijkt mij dus ook heel erg leuk om dit als pakketje te geven. Dan heb je meteen een verzorgingspakketje. Ik zeg trouwens wel deed het moeder. Maar het kan ook zijn dat je het gewoon natuurlijk voor je oma koopt. Of je tante. Of een andere speciale vrouw. Voor mijn portfolio zelf. Ja, je kan natuurlijk gewoon iedereen cadeautjes geven. Maar dit zijn dus de volgende twee producten. Dit vond ik ook weer een heel leuk item. Dit is dus een roomspray. Hij is maar €1,99. Ik vind dit er gewoon heel gaaf uitzien. Het past ook helemaal bij mijn blouseje van vandaag. Ik ga hem nog wel een keertje ruiken trouwens. Ik weet niet hoe dit zo open moet. Ja, ik vind hem echt wel lekker. Het is ook een grote fles, dus we hoeven er totaal niet zuinig mee te doen. Want kijk even. Ik weet zeker dat dit echt wel een origineel cadeautje is. En om even in de stemming van luchtjes te blijven, heb ik het volgende meegenomen. Namelijk deze parfum. En deze is maar €1,99. Ik heb deze zelf dus ook. Ik vind hem echt geweldig ruiken. Hij blijft bij mij ook in ieder geval best wel lang hangen. De verpakking is wel iets veranderd. Dus ik hoop dat het nog steeds dezelfde is. Maar volgens mij wel. Aan het kleine testertje in de winkel te zien, leek het wel gewoon dezelfde. En wat had ik nou bij het luchtje bedacht? Ik heb dus een eigen soort pakketje bedacht met drie producten van vandaag. Allereerst komt daar nog deze bij. Dit zeepompje. En deze is dus €1,99 en heeft allemaal gouden details. Dit is wel het zwaarste product wat er vandaag bij zit. Ik zie ook gewoon hierop staan dat het gewoon echt marmer is. Dus geen wonder dat het zo zwaar is. Maar ik vind marmer gewoon altijd een hele chique uitstraling geven. En deze is dus €4,95. En aan de achterkant zitten dus ook allemaal van die nopjes op, zodat het niks beschadigt. Zo had ik het dan uiteindelijk in gedachten. Ik vind het zelf dus altijd heel erg leuk om pakketjes samen te stellen. Ja, ik vind het echt een heel leuk cadeautje. En uit mijn hoofd is dit dus niet eens meer dan €10. Nee, dit is gewoon €9 bij elkaar. En vooral als dit dan ingepakt is in zo'n cellofaantje. Ja, ik vind dat gewoon helemaal mooi. Dit item vind ik ook echt een origineel cadeautje. Dit is dus een planner. Zo ziet de planner er dus uit. En ik zal hem even openmaken. Kijk, je kan hier dus al allemaal dingen in doen. Je hebt allemaal tapjes. Je kan er van alles inschrijven. Er staan ook overal allemaal van die leuke quotes op. En dan kan je hier al je doelen opschrijven voor die maand. Wat je allemaal wil gaan doen. Wat je allemaal voor verjaardagen hebt. En dan kan je hier alles per dag uitschrijven. Hier heb je ook allemaal nog notitiebladen. En ik vind het gewoon ook die maanden er al heel mooi uitzien zo. Ja, ik heb deze zelf dus ook gekocht in het roze. Ja, volgens mij heb ik hem vorige week zelf dus meegenomen in het roze. En ik had hem ook op mijn Insta-story gezet. En echt heel veel mensen zeiden, waar heb je die vandaan? Want ik moet deze ook gewoon hebben. Nou, hij is dus van de Action. Ik vind hem echt heel erg mooi. En ik weet zeker dat dit ook echt weer een origineel cadeautje is. Oh ja, en deze was maar €3,59. Echt niet duur. Zeker voor zo'n planner met van alles erin. Ja, echt heel leuk. Deze heb ik ook al aan jullie volgens mij in de winkel laten zien. Dit is dus een stolp met een kaars erin. Kijk, er zit dus een vanille kaars in en verder ziet het er al super mooi uit. Ik vind zelf zo'n stolp altijd echt een chique uitstraling geven. En ik zag dus op een filmpje dat iemand dus, waarbij dus de kaars op was, die had dus haar luchtje erin gezet. Ik vond dat zo'n leuk origineel idee. Dan heb je gewoon
je luchtje onder zo'n stolp staan. Dus dan kan je hem ook gewoon daarna meteen nog voor iets anders gebruiken. Maar dat is dus deze. En deze was €3,99. En ik was dus ook heel erg blij dat deze nog binnen het budget viel. Deze was €4,49. Hadden ze ook nog in verschillende kleurtjes. Nog in het oranje en paars. Die vond ik ook heel gaaf. Je kan het misschien niet heel goed zien op de camera. Maar het is dus een geurdiffuser. En er zit dus een droogbloem in. Ja, ik denk dus dat het op de camera iets moeilijker te zien is. Maar in het echt vind ik het heel gaaf. En dit zorgt er dus ook voor dat je huis lekker ruikt. Ik heb ook het idee dat je het ook al hier kan ruiken. Want ik ruik echt al dat het helemaal hier lekker begint te ruiken. Ja, volgens mij zit het gewoon op een stickertje. Maar het kan ook zijn dat het gewoon mijn idee is dat dat zo is. Maar ik denk dus dat ik deze misschien wel aan een van mijn oma's ga geven. Want ik weet zeker dat die dat ook leuk vinden. En dan gaan we door naar de laatste twee items. En namelijk chocola. Kijk, weet je wat het gewoon is, jongens? Chocola kan echt niet missen, vind ik altijd. Ja, ik blijf het gewoon altijd leuk vinden om dat ook te geven. Allereerst heb ik deze van Milka. Ik vond dit doosje er wel heel schattig uitzien. En deze is dus €1,99. En dan heb ik nog deze van Celebrations. Dus in een hartjesvorm. En deze was €3,59. Ik kon ook gewoon echt niet kiezen. Ik vind ze gewoon allebei heel erg leuk uitzien. En ik heb er dus twee meegenomen van de Milka. Want deze gaan naar allebei mijn oma's. Ik dacht wel meteen slim om ze allebei mee te nemen. En deze gaat naar mijn moeder. Oh, ik hou echt zo van chocola. Ik wil het gewoon zelf nu opeten. Ik ben heel erg benieuwd welke jullie het lekkerst lijkt. Celebrations of Milka. En dit heb ik natuurlijk niet meegerekend met de 15 cadeautjes. Maar is zeker wel nodig. Namelijk cadeaupapier. En ik vond deze alle drie heel erg leuk. Allereerst gewoon transparant. Omdat ik het gewoon altijd een mooie uitstraling vind geven. En deze was 55 cent. En dan heb ik nog deze rode met hartjes en deze gouden. Die vond ik ook wel heel erg toepasselijk. Ik vind ook gewoon... Oh, en die waren trouwens 79 cent. Maar ik vind het ook gewoon echt dat een verpakking kan al zoveel doen voor een cadeautje. Kan echt wel helemaal zorgen dat het er leuk uitziet. Ik denk dat ik dadelijk ook gewoon meteen al het een en ander in ga pakken. Maar dat zijn dus deze drie. Dit is dan alweer het einde van deze video. Ik vond het echt heel erg leuk om 15 cadeautjes onder de 5 euro te scoren voor moederdag. Ik ben heel erg benieuwd welk cadeautje jullie het leukst vonden. Of je ook iets hebt gezien wat je aan je moeder wil geven. Laat het zeker even weten in de reacties. En vond je deze video leuk? Doe dan ook even een duimpje omhoog. En vergeet ook zeker niet om hieronder even te abonneren op het kanaal van Action. En als je het leuk vindt, ook op mijn kanaal. Zou ik in ieder geval wel leuk vinden. En dan hoop ik je snel weer te zien. Doei! En fijne moederdag allemaal!